Goedemorgen dames en heren, welkom bij deze open dag van Brandweer Baar. Mooi dat er al zoveel mensen zijn. Ik hoop dat het vandaag lekker druk wordt. Dat veel mensen en veel inwoners van Baar ook komen kijken hier. Er is veel te zien en ook veel te doen, ook door uzelf. Over de kinderen is er heel veel te doen. Kinderspelletjes, springkussen, kortom heel veel leuke dingen. Dames en heren, jongens en meisjes, jullie zien er allemaal gespannen uit. Kijken wat jullie allemaal kunnen doen dadelijk. Van harte welkom op deze open dag van de brandweer. Het is al heel wat jaren geleden, heb ik begrepen, dat er de laatste keer een open dag is geweest. Er is wat discussie over 2005 of 2006 is, maar in ieder geval heel lang. Dus ik ben heel blij dat brandweer Baren het voor elkaar gekregen heeft binnen de VU om vandaag een open dag te organiseren. Vanaf deze plek wil ik alle brandweermannen en vrouwen van deze post dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet. Want ik heb wel begrepen dat het een enorme klus is om zoveel activiteiten en zoveel water bij elkaar te krijgen met verschillende disciplines. En dat vind ik in ieder geval een applaus waard voor alle brandweermannen hier in Baar. En vrouwen. Ja, de open dag bij de brandweer. Ik vroeg me thuis eigenlijk af, voor de hoeveelste keer wordt het inmiddels al gehouden? Nou, dat weet ik niet eens precies, want ik ben zelf sinds anderhalf jaar bij de brandweer hier in Baar. Ik weet wel dat de laatste keer dat er hier een open dag is geweest, een beetje grootschalig, 2006 geloof ik. En dat was echt de laatste grote keer, dus we zijn nu weer volop uitgepakt. Ja, en als ik zo omheen kijk, zie ik dat de belangstelling groot genoeg is. Vooral kleine kinderen. Ja. Dan toch een bekende vraag. Altijd al brandweerman willen worden toen je 3-4 was? Wil je een eerlijk antwoord? Ja, graag. Ja, stiekem wel natuurlijk. Stiekem wel, ja. Het heeft wel heel lang geduurd, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Ja. Volgens mij vindt iedereen toch eens leuk om zo'n brandje te blussen. Zie je nou hier dat alleen de kinderen doen of zijn de vaders en moeders toch ook... Ik wil ook wel. Er zijn ook wel wat vaders die willen, maar die dan toch hun kinderen voor laten gaan. Nou, er is hier een heleboel te doen. Ja. Je loopt even een rondje mee. We gaan even een rondje lopen. Ja, vertel je wat er allemaal aan de hand is. Helemaal goed. En als je vragen hebt, dan hoor ik het wel. Dan stel ik die. Helemaal goed. Nou, ik begin hier, waar we eigenlijk hiervoor zijn natuurlijk, is de brandbestrijding en hulpverlening in Baar. Nou, we hebben onze uitdrukvoertuigen hier staan. Die staan dus op een goede positie om, als er daadwerkelijk die pieper wel gaat, dat we dan in ieder geval met elkaar snel weer weg kunnen. Dus daarom hebben we het zo neergezet. Ja, want dat dacht ik van. Ik denk, als er nu brand is, wat gaat er dan gebeuren? Nee, we hebben van tevoren afspraken gemaakt over welke mensen diensten doen. Zodat we ook de kraampjes zeg maar ook nog bezet houden op het moment dat het daadwerkelijk een uitdruk is. Ja. En die mensen die rennen hier zometeen naartoe als er daadwerkelijk iets aan de hand is. En dan zijn ze weg. Ja, dus als er ineens een hoop commotie is, dan weet je waar het vandaan komt. Helemaal goed. Nu zie ik ineens wel iemand uit de boom komen. Ja, dat is wel aardig. Dat is het hoogtereddingsteam. Dat is een team die hebben wij vanuit de veiligheidsregio Utrecht. Die is voor de hele veiligheidsregio beschikbaar. En die zijn speciaal opgeleid om mensen uit benarde posities te bevrijden. Kun je denken aan mensen die bijvoorbeeld in een bouwput gevallen zijn. Maar ook mensen die op hoogte bijvoorbeeld vastzitten. Mensen op een gebouw waar we zelf niet met voertuigen bij kunnen. En daarom is het hoogtereddingsteam zeg maar in het leven geroepen. Nu is hier een bekende ladderwagen. Die is volgens mij nog niet eens zo heel lang hier in Baren, als ik het goed begrepen heb. Ja, die ladderwagen is er al een tijdje. Hij is alleen ook wat ouder al. En dat is ook de reden waarom er achter deze deur staat nu de nieuwe hoogwerker. We krijgen een nieuwe hoogwerker over 2 weken. Ja. Dan moeten de mensen ervoor opgeleid worden. En de bedoeling is dat dat nieuwe hoogwerker vanaf het einde van het jaar ook daadwerkelijk in bedrijf zal zijn. En we daar ook mee gaan uitdrukken. Nou, wat is hier allemaal aan de hand? Dit is een baan heeft een specialisme. Dat is natuurbrandbestrijding. Daar zijn we goed in. En dat doen we ook binnen de regio doen we dat met een beperkt aantal korpsen. Baan is er één van. Ja. We hebben ook een speciaal voertuig voor staan. Een voertuig die 4x4 aangedreven is. Die dakmonitoren heeft en aan de voorkant kan blussen. Op afstand kan blussen. En natuurbranden zijn altijd lastig te bestrijden. Redelijk onvoorspelbaar af en toe ook. Ja. En wij hebben een auto om het bos in te gaan en om ook daadwerkelijk daar op actie op in te zetten. Nog even als laatste het boek wat jullie uitgebracht hebben. Een tijdje geleden. Kan jij daarover iets over vertellen? Of heb ik daar iemand anders voor nodig? Hoe bedoel jij? Ja? Die daar ligt? Ja. Toen was ik hier nog niet eens. Toen was ik hier nog niet eens. Nee. Maar er is een boek uitgebracht van de brandweer van vroeger tot nu. Een mooi boek van de brandweer. Waarom rennen staat erop? Waarom is het boek uitgekomen?
Dit boek is uitgekomen omdat er van de brandweer van Baren nog helemaal niets beschreven was en zeker niet in een boekvorm. Toen heb ik zelf met een oud collega, met een dame, Maartje Hormers, hebben het idee opgevat om een boek over de brandweer te schrijven. Alleen, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat wil je daarin kwijt? Wil je daar een bepaalde periode in kwijt? Nou, toen hebben we de geschiedenisperiode genomen van 1830 tot 1990 ongeveer, in die periode. Alles wat we daarover terug konden vinden in de archieven, in de gemeentearchieven. We hebben bij de Baarnse Krant nogal wat dingen gedaan. En in samenwerking met meneer Naafs van de Baarnse Krant hebben we uiteindelijk een gegeven moment een deal gemaakt en is er dus een boek gekomen waarom redden van de brandweer van Baarn. En daar is alles in beschreven. En ook wat we hebben terug kunnen vinden, zeg maar, de korpsleden vanaf de periode vanaf 1897 tot aan de periode een gegeven moment van 2002. Daar hebben we alle namen van terug kunnen halen in die periodes. Ja, hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest? We zijn al met al ongeveer een jaar bezig geweest in voorbereiding en dergelijke nog meer om het boek te realiseren. Ja, ik heb het eventjes doorgenomen. Het ziet er prachtig uit. Ja, inderdaad ook, het gaat heel lang terug. Dus jullie houden hier ook echt een archief bij? Wij houden echt een archief bij. Plus dat er een club is van oud-korpsleden. En als je dan naar links kijkt, dan zie je daar dus de groep en die heet Grijs Vuur. En de oud-korpsleden die hebben ook een ruimte in de brandweerkazerne toegewezen gekregen. Waar we in verblijven en waar we één keer in de maand bij elkaar komen. En waar we de oude spullen, archieven en dergelijke bewaren van wat er dus is van de brandweer. Het is een prachtig boekwerk geworden. Ik zou zeggen, wees er zuinig op. En misschien over 100 jaar dat deel 2 misschien pas uitkomt. Of zit er al iets in de pen of planning dat het eerder zou gebeuren? Nee, het zit niet in de planning omdat het een moeilijk beschrijfbaar iets is. En misschien inderdaad over 100 jaar, maar dan zijn wij er niet. Dan mogen anderen het doen. Ja.